Ajax verliest met 2-0 bij AZ. Wederom een moeilijke middag. Ja, ik denk dat het heel kort kunnen omschrijven. Ze hadden de overtuiging en wij niet. En de eerste helft speelden we wel aardig. En Christian die deed wel aardig. Alleen, ja, je ziet toch dat we niet fris genoeg waren om die lopende mensen van hun op te vangen. Ja, en dat is een eerste vijs. Zij roken bloed, zoals veel ploegen. Ja, en dan zitten we niet in de sterkste periode. Ja, we hebben wel wat geprobeerd, maar niet genoeg. En ja, we moesten veel meer geven. We hadden vandaag een kans maken. En ja, het gebeurde niet. Ja, het was gewoon niet sterk genoeg als ploeg om je eruit te vechten. Precies, vandaag was ja, volgens mij probeerden we alles. Iedereen deed wat ze konden. En ja, het lukte gewoon niet vandaag. Dus ja, dan staan we weer zonder punten. Je verliest niet alleen de wedstrijd, maar ook André Ooyer met een rode kaart. Ja, het gebeurde vlak voor me. Ik had het idee dat het wel meeviel, omdat hij toch met zijn voet tussen zijn benen kwam. Maar ja, dan zie je dat zijn sok kapot is, maar ik denk niet. En dat zegt André ook, dat hij hem bewust op zijn kuit trapt. Moeilijke periode voor Ajax. Hoe moet je hier weer uitkomen? Door te blijven werken, door afspraken na te komen, door te praten met elkaar wat beter moet. En ja, ik denk eerst en vooral hard werken en het begint op training. Nou ja, je moet gewoon, het is niet een andere situatie. Iedere ploeg kan in een dip raken. Maar ja, dan moet je toch zeker ook als je eens in de drie wedstrijden een wedstrijd hebt, moet je opstaan. En dan moet je proberen om snel de wedstrijd ook naar je toe te trekken. En dat lukt steeds niet. Zaterdag tegen PSV, je staat nu 6 punten achter op de koploper PSV. Moeten er niet meer worden, denk ik? Nee, dat klopt. Dus zaterdag moeten we wel de goede instelling en het goede gevoel hebben voor... Om dat gat in ieder geval kleiner te maken. Alleen maar dat je toch 6 punten achter staat, dat is het vervelendste. En ja, als je ervan uitgaat dat we nog kampioen moeten worden, dan zijn dit soort wedstrijden, die helpen natuurlijk niet mee. Maar dat was in voorgaande week ook.